hetzelfde. Alleen vel of op één, ik zou je ergens willen helpen. Maar elke keer als ik je zie, zou ik je serieus eens kapot kunnen schelden. Om je vervolgens eens eventjes wakker te schoppen en daarna alsnog te omhelzen. Bro, je was zo even één van mijn helden en een teacher en schemer. Jullie big boys maken dankbaar gebruik van iemand die zo naïef was als tiener. Van het smoken van weed switchte ik over naar ecstasy en ook speed elk weekend. En begonnen te verkopen, dus ik ging zo steeds meer tussen alle dieven en dealers. Ja, je leerde me stelen, leerde me hoe ik mensen moest lezen. En je leerde me dat ik niet had wat ik weet, altijd met iedereen hoef te delen. En gebeurde vaak vreemde shit om ons heen, leerde hier binnen safe te bewegen. Leerde dat waar ik me ook mag begeven, het zekere steeds voor onzeker te nemen. We woonden jarenlang onder één dak en deden alles wat God verboden heeft. Maakte geld met het verkopen van shit en spenden het tot er niks van overbleef. Wat van mij was, was van jou. En wat van jou was, was van mij. Maar aan alles komt een eind, gelukkig. Want als ik kijk hoe jij erbij loopt, jij bent een koop. Ik ben special, ik kan weten. Realiseerde me pas die ene dag, dat is al een tijdje geleden, remember? Toen je voorbij liep toen ik in mijn auto zat en je me vrijwel meteen weer herkende. Jij stapte in, ik vroeg hoe het met jou en al onze vroegere matties ging. Toen pas zag ik in hoe je veranderd was van een keihard karakter in een zwakkeling. Want je vroeg me om 80 cent, hoe bedoel je 80 cent? Kom op man, zeg niet dat je in mijn auto bent gestapt om maar te bedelen voor 80 cent. Je zegt me net dat je zo lijp wordt door die zooi, wat je allemaal al kwijt bent door die zooi. Al je vrienden zitten in de kliniek en drieën van gooiden zich voor de trein, ja door die zooi. En nu vraag je om wat kleingeld voor die zooi. En kijk naar je hoofd, kijk hoe je ogen staan, kijk hoe je bek wegrot. Wat weeg je nu? 50 kilo man, je lijkt op een spook, maar het boeit je niet. Je zegt van wel, maar als het je wel boeit, dan waarom doe je niets? Shit, waarom bemoei ik me hiermee? Hier heb je 80 cent. Oké, jongens, zo goed, geniet er maar lekker van, doei. En je stapte weer uit, en ik reed rechtstreeks naar huis. Hoofd vol met flashbacks die ik niet uit kon zetten. En eenmaal thuis voelde ik alleen maar dankbaarheid. Dat ik lang geleden al afscheid nam van het leven dat nergens toe leidde. God behoede mij te worden zoals jij, maar die jij bent een koop. Ik ben een special, lekker weten. Ik ben een special.